wij worden geacht weer heel braaf te zijn. Deugdzaam, vriendelijk, tegen pesten en zo meer. Maar hoe braver we moeten zijn, hoe makkelijker we ook schijnheilig worden. Want dan is er soms toch wel een kloof tussen hoe we zouden moeten zijn en hoe we in werkelijkheid eigenlijk zijn. Dus dat is typisch ook. Hoe strenger de regels in een samenleving, hoe meer hypocrieten. Zo had je ooit in Engeland, al lang geleden, in de tijd van koningin Victoria, moest iedereen super preut zijn en de huwelijkstrouw was erg belangrijk en zo verder. Maar tegelijk waren er nooit meer bordelen dan toen. Mm-hmm. Waarom? Als je heel deugdzaam moet zijn, heb je de neiging om op twee verschillende niveaus te spelen. Even laten incijpelen, professor.